Treden is treden. Wat de Charger vertelt is altijd hetzelfde. Hey, welkom bij Chris. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we het met jullie hebben over een manier van treden. Zoals het eigenlijk voor ons ook allemaal een beetje begonnen is. Wij treden op levels. Wij treden op basis van prijsacties, zoals heel veel mensen weten. Maar de echte keiharde levels, het echte fine-tunen op die lower timeframe en het echt uitspecificeren van prijsactie komt later. Je moet eerst gaan begrijpen hoe ziet die zones waar die levels in zitten eigenlijk. Want wij praten altijd in boxjes in de livestream. We tekenen altijd boxen in. Ja. Dat geeft een interessant prijsgebied aan. En dit, zoals we het in deze video gaan laten zien, is denk ik echt een manier voor beginners. Beginners, het is makkelijker, want zijn levels per se echt moeilijk? Ja, maar dat is het probleem. Kijk, ik heb 15 jaar trade-ervaring, dus ik zeg altijd, ja, het is easy. Waarom doe je het niet zo? Maar we merken toch heel erg met, we komen van alles tegen mensen die al heel veel ervaring hebben, maar toch ook heel veel beginners en die zeggen, ja, ik vind het ingewikkeld, ik vind het lastig, ik vind het moeilijk. En wij gaan vandaag laten zien op basis van zones, eigenlijk treden in zones, treden in boksen, dat je voor jezelf prijsactie heel makkelijk in kaart kan brengen en dat je daar heel erg nice interactie mee gaat vinden. Dus ik ga switchen richting prijsactie is king, de chart. Ja, en we gaan dit ook doen helemaal random om te laten zien dat dit overal werkt, prijsactie. We hebben dus gewoon de euro tegen de US dollar hebben we erbij gepakt. Nou, dat is heel wat anders dan een crypto pairing of een aandeel. Dat is natuurlijk Forex, voor de mensen die dat niet weten. Prijsactie is prijsactie. Mensen vragen ook wel eens aan ons, ja, dat leerprogramma, kan ik daar ook mee treden op aandelen? Ja, prijsactie werkt overal. Treden is treden. Als jij kan treden, kan je treden. En het maakt niet uit wat je treedt. Maar dat is juist, dat is toch super nice. Noem me iets anders waar dat ook kan. Je leert één klein dingetje op pairing, maakt niet uit. En je kan het oneindig blijven uitrollen. Ja, over wat voor bedrijf je het ook hebt. Over wat voor forex pairing je het ook hebt. Over goud. Wil je op goud treden? Wil je op olie treden? Treden is treden. Wat de charger vertelt is altijd hetzelfde. En dat is gewoon heel erg mooi. En dit is een goede basis als beginnende trader om voor jezelf, je moet het zo zien. En zo is het letterlijk. Als je een puzzel gaat maken op de kleuterschool, voor mij betreft. Je gaat niet op de kleuterschool een puzzel krijgen met 1 miljoen stukjes. Nee, je krijgt een puzzel met 4 stukjes. Waarom? Omdat je dat heel makkelijk in elkaar langs kan opbouwen. Dat is wat het is. En dat is hoe je dit ook kan zien. Die zones creëren, dat is die puzzel met heel weinig, met weinig stukjes. Ja, het is een van de eerste stapjes. Ik snap het ook, want wat we heel vaak zien, en dat is misschien dan toch ook dat waarmee we begonnen, dat we soms horen van mensen, ik vind het te ingewikkeld, dat is dat je tegenwoordig, krijg jij een stortvloed van informatie over je heen. Ik open Twitter, ik open YouTube, ik type in treden, op Bitcoin of aandelen. Waar moet je je nou vasthouden? Ja, is ook zo. En het probleem daarvan is, 90%, ik denk misschien zelfs op YouTube, Twitter, 95% is rommel, is pure troep. Ja. Of het klopt niet, of het werkt niet. En we hebben eigenlijk al vanaf het begin toch geprobeerd altijd zo eerlijk mogelijk en onze hele eigen draai aan te geven, eigen twist. Want wij bieden iets, noem mij maar één iemand op die het ook doet. Ja, dat is ook zo. En dat is toch uiteindelijk altijd wat ik wil blijven doen. Ik ga uit van wat ik kan. Ik kijk niet naar wat iemand anders kan. Ja. En als iemand anders zegt, verdien iedere dag $1000. Nou, vind ik prima. Maar ik moet het zelf kunnen, want ik heb daar niets aan. Ja, inderdaad. Goed, zones. Waar kijken we naar en hoe teken je het in? Nou, je hebt een aantal manieren om zones te tekenen. Meestal, dat zeggen we ook altijd tegen alle mensen, begin nou op die hogere tijdsframe. Ga niet gelijk naar de minuten, want het is allemaal leuk. Iedereen wil snel treden, in en uit. Ten eerste, als beginner ga je dan te veel trades nemen, dan ga je jezelf gewoon rekken. Zorg voor rust. Hogere tijdsframe betekent gewoon letterlijk minder candles, geeft iets meer duidelijkheid. En is de puzzel dus minder groot. Dat is waarom je op de hoge tijdsframe begint eigenlijk. Het enige wat je eigenlijk met zones doet is kijken, is er ergens een bepaalde interactie met prijs? En dat moet je in het begin begrijpen. Ik ga hem even een ander kleurtje geven. Ik vind deze iets te fel. Zo.
En dat is het enige wat je gaat doen. Je gaat gewoon kijken, oké, nou waar zie ik prijs reageren op de chart? Op de candles, meer, ja. Meer hoef je niet te doen. Meer hoef je echt niet te doen. Je moet het niet moeilijker maken dan het is in het begin. Ga je dat in het begin gelijk goed doen? Nee, tuurlijk niet. Dat kan niet. Even serieus. Dat kan niet. Je hebt nu 3 boxen neergezet. Ja. Je hebt eigenlijk niks gedaan. Nee. Bijna niks gedaan. Nee. En je ziet gewoon, als je gewoon kijkt, hier zie je interactie met die box. Ja. Ondanks dat hier tussen niks staat, betekent het wel dat dit ook gerespecteerd wordt. Dit werkt ook mee. Ja. Hieronder zie je ook interactie. In de boxen zie je ook interactie. Je ziet dadelijk, als we naar de lagere tijdsframe gaan, wat gaan we straks ook doen, zie je ook dat in de box weer interactie is. Je hebt nu een paar dingetjes heb je neergezet. Ja. En dit geeft al, en dan zeggen mensen, ja, dat is misschien voor jullie zo, maar dit geeft al zoveel meer overzicht en zoveel meer rust. Juist door het toepassen van, ik zet nu 3 boxjes erbij, zorgt het juist voor rust. Ja. Je kan een stapje terug doen juist, en het blijft overzichtelijk. We hebben nu 3 boxen getekend. Op basis van deze boxen kan ik weet niet hoeveel setup zal maken. Ja. Dus je kan al gelijk aan de slag. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Ik hoef niet gelijk weer die indicatorknop. Oh, boem, boem, boem. Hup, trendlijnen. Nee, je kan bij wijze van spreken al heel makkelijk en mooi zien. Oké, deze box, kom hier uit, wordt het een game. Ja. Oké, nice, dan kan ik een positie nemen. Deze box, oké, gaan we naar naartoe, kan ik hier misschien een short oppikken. Gaan we terug naar beneden, kan ik hier misschien een long oppikken. Je kan het al heel makkelijk voor jezelf in kaart brengen. En heb je nog niks gedaan. Nee. Dan heb je nog bijna niks gedaan. En dit is wat we altijd zeggen met kale, naakte prijsactie. Gewoon voor jezelf een paar. Want dat zijn eigenlijk, dat is wat levels zijn, dat is wat boxen zijn. Voor jezelf een paar belangrijke punten arceren en daar optreden. Ja. Het blijft in feite een naakte chart, alleen je zorgt voor jezelf. Oké, dit puntje, dit steunpunt moet ik even onthouden. En kom ik daar in de buurt, is het misschien interessant. Maar dit is hoe ik begonnen ben. Tuurlijk, ik ben ook begonnen net als iedereen. Ik heb ook indicatoren gedaan. Ik heb signals. Ik heb allemaal sites gevolgd. Oh, je moet dit nu kopen. Je moet dat nu doen. Dat heb ik jarenlang gedaan. En heb ook, ik geen klote mee verdiend. En ook op basis van video's was dat in het begin lastig. Omdat iedereen wilde indicatoren zien. Zijn we ook een beetje met indicatoren gaan klooien. Maar uiteindelijk zijn we toch gewoon onze eigen richting gaan varen. Want dat is in de basis gewoon hoe je naar onze mening moet treden. Ja. Of je indicatoren gebruikt, ja of nee. Zelfs als je ze gebruikt, moet dit jouw fundering zijn. Prijsactie moet jouw fundering zijn. Je moet begrijpen hoe prijsactie werkt. Als jij een indicator wil gebruiken, is dat prima. Er is helemaal niks mis mee. Maar onderliggend moet je wel weten waarom die indicator jou dit vertelt. Maar daarom wil ik ook echt dat tegengeluid geven. Want je merkt wel dat de markt wat volwassen wordt. Je merkt ook letterlijk dat andere YouTubers ook gewoon letterlijk dingen van ons gaan overnemen. Daar ben ik juist heel erg blij mee. Want je ziet dat. Ja, maar dat is heel erg vet. Is niet meer net zoals in het begin. Oké, jongens, we gaan vandaag traden. Lekker, hup. We pakken een RSI en een MACD erbij. Wat jij zegt vind ik heel erg vet. Het is voor ons echt een dikke pluim in de kont. Ja. Wij hebben bepaalde dingen een naam gegeven die wij zelf hebben verzonnen. En wij zien dat letterlijk terug bij de andere YouTubers. Ja. Dus dat is gewoon super vet. Ja. Want wij weten 100% zeker, dat komt van ons. Ja, en dat vind ik gaaf. Dat vind ik gaaf. Dat is leuk. Ja. En het is vooral leuk om te zien dat ze dan denken te weten hoe ze er toe moeten passen. Maar het niet helemaal klopt. Nee. Maar goed, dat is een tweede. Maar dat maakt niet het uit. Gaat erom wat je ook altijd beweert of hoe je er ook altijd naar kijkt. Prijsactie is king. En dat is niet omdat ik dat vind. Dat is gewoon hoe het werkt. Nee, het is namelijk de prijs die gevormd wordt op de chart. Wij krijgen dat wel eens in Discord ook door. Moet je dan per se op de dopey manier traden? Nee, dit heeft niks te maken met de manier zoals wij traden. Want hoe wij exact traden, wat wij exact doen, dat kunnen we niet eens laten zien in de video's. Want dat is persoonlijk. Ja. We kunnen het wel laten zien, maar dat wil niet zeggen dat het voor jou ook werkt. Dat bedoel ik. Alles wat wij doen, alles wat wij laten zien in de leerprogramma's, in de video's, in de livestreams, is een goede fundamentele basis. En dat is ook wat in het leerprogramma zit. Dat is een goede betonbodem die je moet hebben. En daarop moet je gaan bouwen. En wat jij daarop gaat bouwen, dat is uiteindelijk hoe jij persoonlijk treedt. Dat zijn jouw eigen persoonlijke voorkeuren. En uiteindelijk wordt het jouw eigen strategie. Jij treedt niet op z'n dopies. Nee, jij treedt op z'n Patricks of op z'n Peters of op z'n Katja's. Maakt maar geen reet uit. Maar de basis moet het begrijpen van prijsactie zijn. En dat heeft niks met dopie te maken. Dat heeft te maken met treden. En dit is hoe je moet treden. Maar dat is ook dat je echt weer dit moet je laten inzinken. Als ik naar de chart kijk,
mensen zien candles. Ik zie geen candles. Ik zie een verhaal wat de candles mij vertellen. Want een candle heeft een betekenis. En dan gaan de mensen ook gelijk kijken. Oh, Chris zegt de candles hebben een betekenis. Oh, ik ga zo'n lijst erbij zoeken met wat betekent die candle. Dit is een flying doji. Dit is een dit. Dit is een dat. Je moet het leren lezen. Lees de chart. En je moet niet die candle benamingen gaan begrijpen. Dat heb ik. Ik heb dat vroeger ook wel eens vaker gezegd. Je moet het gaan leren lezen als een boek. Ja. Een boek open jij en dan ga je niet kijken naar wat voor letters er staan. Nee, een boek open jij en dat lezen gaat vanzelf. Dat gaat automatisch. Iedereen weet dat wel. Als je boek opent, je ziet wat er staat. Je gaat niet lezen wat er staat, je ziet het. Ja. En dat gaat op een gegeven moment met de chart ook gebeuren. Jij ziet, zonder dat je levels hebt getekend, zonder dat je helemaal niks hebt gedaan, jij ziet wat de prijsactie jou op dat moment vertelt. Jij kan het lezen. En dat is op een gegeven moment waar je naartoe gaat. En dat is waar de zones je heel veel inzicht kunnen gaan verschaffen in dat verhaal. Die kunnen jou gaan leren hoe je dat verhaal moet gaan lezen. Geef je sturing, geef je een beetje richting. Ja. Je ziet ook gewoon in een hele grote candle, als je dan inzoomt, dat kunnen we nu ook doen. Hij staat op de weekly. Ga even naar de 4-uur chart, vanaf de weekly. Ja, de 4-uur of de uur misschien. Even kijken waar we een beter beeld krijgen. Kijk, in die boxen, daar zit ook weer prijsactie. Daar zie je ook interactie met de levels. Ja. En dan zie je ook dat dat gerespecteerd wordt. Misschien 4 uur kan we wel beter terugpakken. Hier hadden we bijvoorbeeld een mooie range. Je ziet dat ik gebruik de hele zone als interactie. Maar de zone op zichzelf is ook tradebaar. Ja. In de zones zitten zones. Ja, en buiten de zone, hier tussenin zelfs. Ja. Je gaat altijd van zone naar zone. Hier zie je ook interactie. Terugtesten. Hier zie je ook interactie. Kijk, en deze terugtest, die zag ik waarschijnlijk op de weekly net niet. Of het was 1 candle. En dan zeg ik, maar kijk wel naar die candles. En dan bedoel ik, dit is het verhaal wat er in die candle zit. Ja. En dat is de echte magie van prijsactie. Dat is de echte magie van prijsactie, inderdaad. Ja, dit is je eerste stapje in het gaan begrijpen van prijsactie. Hou die puzzel groot en overzichtelijk, wat ik al zeg. Dat is letterlijk hoe je moet denken. Een puzzel met 4 stukjes is heel makkelijk te maken. Maar een puzzel met 1 miljoen stukjes is even andere koek. En dit is in de basis hoe je gaat beginnen te begrijpen wat prijsactie doet en wat prijsactie laat zien. Ga hiermee stoeien. Ga dit begrijpen. Ga dit in kaart brengen voor jezelf. Ik denk dat dit een hele goede basis is voor iemand die gaat beginnen. Oké, is traden wat voor mij? Dan hebben we het over de gratis cursus op de website. Ga kijken of traden iets voor jou is. Dit zijn de eerste stapjes. Dit zijn echt je eerste stapjes in prijsactie. En dit is ook altijd hoe wij dit hebben aangevlogen. We zijn dit begonnen als hobby, passie, weet ik veel hoe je het wil omschrijven. We willen graag kwaliteit content delen. Kan ik betere filmpjes maken met waar ik meer views op krijg? Absoluut. Dat kan altijd. Het gaat erom, bied ik meerwaarde? Kan ik bijdragen aan... Dan moet je de hype gaan volgen en hype video's gaan maken. En wij merken juist altijd, en dat is echt doodzonde eigenlijk, dat dit soort video's worden minder bekeken. Als dat wij een video zouden maken. Die worden niet aangeklikt. Tesla pompt naar de maan. Ja. Maar dan weet ik zeker dat die video meer bekeken wordt dan deze. Ja. Terwijl deze zoveel meer waarde biedt. Hier kan je geld mee verdienen. Als ik in die Tesla video zou zeggen, nou jongens, Tesla deze week 20% omhoog, 50% omhoog. Tesla is een knallertje. Dan krijg ik daar 10.000 views op. En hier krijg ik 1.000 views op. Terwijl hier ligt de echte waarde. En dat is aan de ene kant zonde. Wij weten dat. Maar dat is ook de hele reden waarom 90-95% verliest. En energie dat, erin steken, maar, leren, hebben ze geen zin in. Ik wou precies hetzelfde aanhalen. De 5% die het dan wel kijkt, dat weet ik wel, die hebben hier iets aan. En die gaan zich ontwikkelen. Dat zijn uiteindelijk de mensen die centen gaan verdienen. Dat is helemaal waar. Goed. Vond je dit weer een leuke video? Abonneer sowieso even op dit kanaal. Druk op het duimpje. Dat is een blijk van waardering. En dat rankt deze persoonlijk toch hele goede video. Rankt hem gewoon hoger in YouTube. Ja. Want dit is de content waar mensen mee moeten beginnen. Dit is waar mensen van gaan leren traden. Dit is wat ze moeten gaan begrijpen. Dus smash sowieso even op die duim. Druk op het belletje. Dan krijg je een notificatie als we weer een nieuwe video plaatsen. En onderaan de video komen uiteindelijk alle linkjes terug richting www.dopecase.nl. Daar vind je onder andere ons leerplatform, ons Discord kanaal, de supportlinks, de nieuwsbrief waar je voor in kan schrijven. Alles vind je terug op de website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag de volgende keer. Laters. Laters.